Jungsmeisjes van Tolkien als gamer. Welkom weer bij deze nieuwe hardcore aflevering. En het is alweer de 8e aflevering als het goed is. En wat we vandaag gaan doen is, we gaan natuurlijk weer verder met onze huisje. Maar dat kan natuurlijk niet als het donker is. Dus, wat gaan we doen? Patat eten. Sloeg helemaal nergens op. Maar vandaag kan ik het, het hebben over verschillende dingen. Want gisteren ben ik natuurlijk naar Walibi geweest. En op mijn hoofdkanaal is er, als het goed is, staat er al een video online. Want dit upload ik om 7 uur vandaag. Dus, dan staat het volgens mij op. Oké, jongens, meisjes. Wat ik ga doen is even wat... ik ga denk ik toch maar wat hakken. Daar zo beneden. Dan ga ik... hooikort. Precies die. En dan ga ik eventjes wat hakken en daarna ga ik denk ik toch maar eventjes weer omhoog naar boven toe. Zodat ik wat schapen kan vinden en eventueel ook mijn huis af kan maken. Maar, dat kan niet als het donker is. Nee, kan niet. Overal beesten, busjums, overal. Geen kunnen hoor. Maar, waar ik wel echt trots op ben, is dat ik het al 8 afleveringen heb overleefd. Hey, ben je trots op me of niet? Hey. Oké, maar wat ik wil doen is, ik ga toch maar eventjes wat hakken. Maar dan moet ik eventjes naar mijn chest toe, want ik heb ook geen pickaxe bij me. En ik moet natuurlijk mijn spullen weer terugleggen. Dus ik ga dat zo doen. Even mijn pickaxe pakken en dan duik ik dit er weer in. En ik ga even nog een chest maken, want het past niet meer. Nope. Nou, Lego, even een chest maken, jongens. Nou, hoe moest dat ook alweer zo? Zo, en dan vierkant ding. Zo, en dan hebben we een chest. Nice. Oké, dan leg ik dat hier naast. Hier, dan leg ik dat gewoon hiernaast als dat mogelijk is. Zo. Zo. En dan dicht ik dit weer. Ah, mooi jongens, mooi. Oké, wat ik dan ga doen is... Wacht, ik laat dit toch maar ook even open. Oké, ga ik eventjes dit er allemaal in houden. Want dat hebben we... Oh jawel, wacht. Een iron sword hebben we altijd nodig. In de cave heb je ook van die woesje monsters. Dus dat ga ik altijd bij me houden. Dat jullie het fucking weten. En eten hebben we natuurlijk ook altijd nodig. Zo. En dan is dit wel genoeg voor even, denk ik. Toch? Oh, alleen nog toortjes. Die zijn we vergeten. Waar zijn onze toortjes? Ja, hier. Oké, nu zijn we echt klaar. Dan gaan we lekker even, vandaag even hakken. Een beetje kunnen we misschien wat diamond vinden. Of misschien ook nog eens wat iron. Dat is allemaal goed genoeg. Dus, wat we gaan doen. We gaan dus hakken. Zwek. En dan ga ik jullie even dus wat vertellen over wat er allemaal gisteren is gebeurd. Het was namelijk echt fucking gezellig. Ik ging met Job, ging met Kwer, we gingen met Joey. We gingen met heel wat andere mensen. Gingen we gewoon lekker chillen. Er was ook nog Colin van Colijn was er ook nog bij. Stees van Stees a.k.a. Of Suus, sorry. Die waren er gewoon allemaal bij. Dus het was echt zo'n chill gezellig dagje met wat YouTubers. Gewoon lekker als een groep gewoon rondlopen. En sowieso Team Move die alles heeft gesponsord. Thanks sowieso. Want we hadden sowieso geen kosten. Want we hebben daar lekker dingen op opgenomen. En het komt allemaal online. En is van mij volgens mij online gekomen. Maar je zult het ook binnenkort gewoon op andere kanalen zien. Dat wat we allemaal hebben gedaan. Dus komt volgens mij helemaal goed. Oh, hier hebben we fucking veel kool. Kunnen we ook natuurlijk gewoon even meenemen. Zonde om het achter te laten. Jij weet. Zo. Zo. Ah, heel veel kool. Oké, ik vind het ga helemaal mooi voor onze tortjes. Ga helemaal. Nou, verder is het ook zo dat er... Nou ja, verder is niet al te veel gebeurd. Maar we zijn ook natuurlijk naar leuke attracties geweest. Vooral waterbanen, shizzle, weet je. Dat je helemaal nat wordt. En ook natuurlijk, hoe heet die andere shizzle ding? Karten. Karten, dat was echt fuck top leuk, jongens. Karten. Ah, je zit gewoon zo in zo'n autootje, weet je. En dan moet je gewoon, gewoon racen. Zo lekker. En dat voelt echt goed. Maar ik was echt fucking sloom. Nee, ik was niet sloom, maar ik was slomer dan de anderen. Zij ging allemaal zo volgens. Ik zo van... Ja, maar... Zo moet ik de bocht om. En dan... Als ik heel hard ga... Dan ga ik misschien botsen. En die anderen zo... Die hebben al 100 keer gebotst volgens mij. En dat mocht niet. Maar ja, ik ging gewoon rustig aan. Maar ik ging niet zo rustig. Ik ging gewoon normaal. Je begrijpt? Hun... En ik... Oh, fuck. Holy shit. Oké, dat had ik weer niet verwacht. Even kijken hoe ik dit überhaupt kan oplossen. Zo. Oké. Oh, maar we hebben een rondje gemaakt, hè? Wacht, hebben we een rondje gemaakt? Ja, we hebben een rondje gemaakt. Nou, ik vind het helemaal mooi. Dan gaan we hier weer verder. Maar hier is alleen lava, volgens mij, als het goed is. Of niet? Oh, redzone, zwek. Oh, wacht, heb ik dat gehakt met mijn... Oh, wacht, dat kan. Wacht, hak ik de hele tijd met mijn iron pickaxe? Ook niet zo slim, hè? Oh, wacht. Ik neem natuurlijk alle resten mee die ik kan meenemen. Altijd handig om te hebben als we dat later ooit nodig gaan hebben. Maar ik denk op dit moment niet natuurlijk. Maar op een gegeven moment heb ik het vast wel nodig. Maar dan wil ik het voor jullie. Nee, dan wil ik het afsluiten voor jullie. Hey. Want ik heb het namelijk vandaag niet helemaal druk. Want ik moet namelijk niet alleen voor school veel dingen doen. Maar ook natuurlijk voor mijn hoofdkanaal. En veel voor school. Dus jongens, ik wil het alweer afsluiten. Ik wou sowieso dit nog even deze aflevering maken. Want gisteren is er natuurlijk geen aflevering gekomen. Omdat dat niet mogelijk was door Walibi. En dat lukte gewoon echt niet. Ik heb mijn best gedaan. Maar het kan gebeuren, jongens. En vandaag ga ik gewoon weer door. En morgen is er ook natuurlijk weer een aflevering. Als het goed is klaar voor jullie. Dus jongens, doe een duimpje omhoog, abonneer. Dan zie ik jullie wel ooit.